Hallo schone PC-fans, leuk dat ik jullie weer spreek voor de schone PC-nieuwsbrief nummer 75. Wel, er is wel wat gebeurd. De anniversary update is inmiddels uitgekomen en die is de afgelopen maanden op vrijwel alle Windows 10 computers geïnstalleerd waarvoor deze geschikt is. En nu is het eenvoudig te controleren of deze geïnstalleerd is door naar het startmenu te kijken. De knop instellingen en de andere icoontjes, daar staat de tekst niet meer bij. En er wordt geacht dat inmiddels bekend is waar de icoontjes voor staan. En zodoende is er meer ruimte gekomen in het startmenu voor de lijst met alle apps die op de computer zijn geïnstalleerd. Dus in dat opzicht is er het nodige veranderd aan Windows 10. En er zijn hier en daar wat functionaliteiten en instellingen aangepast. En al met al is het niet heel schrikbarend wat er is gebeurd, maar toch... voor een groot aantal mensen een hele, hele grote stap geweest. Wat gebeurt er namelijk? Tijdens de installatie van deze update wordt Windows 10 compleet opnieuw geïnstalleerd. En deze compleet opnieuw nieuwe installatie heeft bij menigeen nogal wat voor problemen gezorgd. En zo blijkt soms niet meer ingelogd te kunnen worden met het Microsoft account. En gelukkig was dit vrij eenvoudig op te lossen nog. Wat vaker het geval is, is dat instellingen die voorheen waren toegepast, door deze herinstallatie als sneeuw voor de zon zijn verdwenen en opnieuw moeten worden toegepast. En heb je de nodige instellingen aangewijzigd, dan heb je dus weer het nodige te doorlopen om dat allemaal weer op orde te krijgen. Het zou fijn zijn als Microsoft daar bij toekomstige updates daar wat meer rekening mee houdt. En deze instellingen die gebruikers zelf toepassen, niet bij elke grote update weer ongedaan maken. Een ander irritatiepunt heb ik gemerkt is het feit dat door de herinstallatie ook de zoekindex opnieuw opgebouwd wordt. En heb je heel veel bestanden, dan kan het wel eens dagen, zo niet een week duren voordat deze hele index weer opnieuw is opgebouwd. En ook dat is een punt waarvan ik graag aan Microsoft... wil vragen, los dat bij de volgende grote update op, want het zorgt echt voor heel veel irritaties. En nu heb ik niet de illusie dat ze naar mij luisteren, maar als je me hard genoeg roept en iedereen gaat daar een melding van maken, dan moet daar toch uiteindelijk eens een keer wat aan gedaan worden. Dat voor de anniversary update. Ik heb hier de onderwerpen in de nieuwsbrief en een aantal daarvan die gaan ook over de anniversary update, wat er nieuwtjes is die je niet zo snel zou vinden. En laat ik ze één voor één eens de revue laten passeren. Het installeren van Windows 10. Voor menigeen krijg ik te horen dat dat ze als een berg tegenop zien om Windows 10 opnieuw te installeren. En zeker als ze bijvoorbeeld een update hebben gedaan van Windows 7, 8 naar Windows 10. En mensen denken, ik moet eerst Windows 7 of 8 weer installeren en dan die update en alles wat daarna weer komt. Maar niets is minder waar. Ook als je helemaal geen installatie-DVD hebt meegekregen van de fabrikant. Je kan heel simpel vanuit instellingen, het onderdeel bijwerken en beveiliging en dan systeemherstel, kan je Windows 10 terugzetten naar een soort fabrieksinstellingen. Waarbij de laatste editie van Windows 10 wordt toegepast. En als dat niet werkt, dan kan je altijd nog een Windows 10 installatiemedium maken op DVD of USB-stick. En deze bevat dan... eigenlijk de laatste editie van Windows 10, zodat je ook na deze installatie nauwelijks updates hoeft te installeren. Dus je bent meteen klaar voor gebruik. Wat menigeen ook denkt, is dat je weer een productcode moet invoeren. Maar is Windows 10 eenmaal geïnstalleerd op de computer, dan is dat echt niet meer nodig. Tijdens de setup wordt er gevraagd om de productcode en die vraag kan je dan gewoon overslaan. Mits je dezelfde Windows 10 versie installeert, dezelfde editie, dan is dat geen enkel probleem. Dat mag dus niet weerhouden om Windows 10 opnieuw te installeren. Een ander puntje is voor een herinstallatie, althans voor het wijzigen van de hardware. Als je bijvoorbeeld het moederbord of de processor wijzigt. In het verleden was het zo... dat bij zo'n wijziging je eigenlijk weer een hele nieuwe Windows 10 licentie moest kopen, want Microsoft zag dat als een compleet nieuwe computer. Inmiddels is daar sinds de anniversary update een verandering in gekomen. Door je
ja, de Windows 10 licentie van de computer te koppelen aan je Microsoft account, kan je daarna de hardware met een gerust hart wijzigen, een nieuw moederbord erin zetten, de processor vervangen. En nadat het is gebeurd, kan je via het Microsoft account de licentie weer terugzetten naar de computer, zodat ja, de activatie geen enkel probleem meer is en je dus geen nieuwe licentie hoeft te kopen. Eigenlijk is het verstandig om nu direct al je de Windows 10 licentie te koppelen aan een Microsoft account. Want stel je voor dat je moederbord stuk gaat. En ja, dat kan zomaar gebeuren. En op het moment dat de licentie dus is gekoppeld aan de Microsoft account, kan je na het vervangen van het moederbord altijd weer Windows 10 terugzetten zonder dat je daarmee ja, in de problemen komt. Dus mijn advies is, koppel je die Windows 10 licentie aan een Microsoft account. En dan komt dat vanzelf goed bij hardwareproblemen. Er is op dit moment ook een nodige onrust onder lezers, omdat ja, de Windows Essentials niet meer worden ondersteund vanaf januari. En ja, de Windows Essentials, een belangrijk onderdeel daarvan is Windows Live Mail. En die wordt door ontzettend veel mensen nog gebruikt, omdat ze ja, dat fijner vinden werken dan de app Mail of www.outlook.com. En Microsoft zegt, ja, maar wij bieden op dit moment het alternatief de app Mail aan. En dat is in ons opzicht beter dan Windows Live Mail. Dus wij gaan Windows Live Mail stoppen. We bieden hem niet meer als download aan. En dat betekent eigenlijk dat als je nu nog met Windows Live Mail werkt, je daar in de toekomst problemen gaat krijgen. Op het moment dat je bijvoorbeeld Windows 10 opnieuw gaat installeren of gaat migreren naar een andere computer. En dan ja, krijg je een Windows Live Mail niet meer aan de praat krijgen. En dat maakt het ook wel weer lastig om het archief over te zetten. Nu zal dat wellicht al wel kunnen, maar ja, ik zou zeggen, wees die problemen voor en ga er toch over nadenken om over te stappen op een ander e-mailprogramma. Ja, dat kan dan bijvoorbeeld het e-mailprogramma van Outlook zijn, dat onderdeel is van het Office pakket. En als je het Office 365 pakket ja, aanschaft, dan kan je die op 5 computers installeren en dan heb je relatief goedkoop het Office inclusief Outlook. Maar als je er echt geen geld aan wil uitgeven, dan zijn er ook nog gratis alternatieven voor Outlook. En ja, in de nieuwsbrief besteed ik daar wat aandacht aan. Er zijn wat programma's die echt op Outlook lijken en die zijn in mijn mening nog beter dan Windows Live Mail. Dus wat dat betreft laat u niet weerhouden. Volgende punt is het, ja, de Windows Spotlight foto's die je krijgt te zien op het moment dat je ja, de computer opstart, het aanmeldscherm en het vergrendelingsscherm. Daar komen ja, de nodige foto's voorbij. In, ja, daar, bij elke foto kan je aangeven of je hem leuk vindt of niet. En als je een bepaalde foto leuk vindt, dan komen er vanzelf nieuwe foto's die daarop lijken. Ja, die krijg je in de loop van de tijd allemaal ja, voorbij op je vergrendelingsscherm. En zitten daar nu foto's bij die je echt leuk vindt en graag zou willen behouden, dan ja, ontbreekt die optie. En in de nieuwsbrief besteed ik aandacht hoe je met een bepaalde procedure alsnog die foto's ja, kan veiligstellen, zodat je er ja, verder mee aan de slag kan en ja, er iets meer mee kan of je gewoon aan je archief kan toevoegen. Dan twee onderwerpen over het contextmenu. Het contextmenu, dat is het menu wat je krijgt te zien zodra je met de rechtermuisknop op bijvoorbeeld een bestand of een map klikt. Dat is het menutje met alle verschillende opties. En het kan zijn dat het menu inmiddels zo gevuld is met allemaal programma's die je hebt geïnstalleerd, die je ja, eigenlijk daar nooit gebruikt. En dat is mijn advies, schoon dat rijtje een beetje op. En ja, hoe dat moet, dat is, wordt hier vermeld in de nieuwsbrief. En het wordt allemaal wat overzichtelijker. En ja, dat werkt altijd wat prettiger. Er staan ook nog een aantal standaard opties in het contextmenu voor het openen, afdrukken, bewerken. En ook deze opties zijn aan te passen. En daar besteed ik wat meer aandacht in het tweede puntje over het contextmenu. Ik ga er voor de rest niet te lang bij stilstaan, want het is wat meer voor de technische ja, mensen die wat meer eruit willen halen, is interessant. Maar voor de gemiddelde gebruiker zou ik zeggen, nou, laat het gewoon lekker wat het is. Te lange bestandsnamen. Het gebeurt ook nog wel eens dat mensen van internet een bestand downloaden en die komt op de computer te staan. En dat is vaak via filesharing netwerken. En dat bestand staat eenmaal op de schijf en is er met geen mogelijkheid meer af te halen.
En dat komt omdat die naam, bestandsnaam, veel te lang is. Ja, er is een beperking op het aantal tekens. En ja, ga je daarboven, dan, ja, dan weet Windows er eigenlijk niet meer mee om te gaan. En sinds de Anniversary Update is er een oplossing waarbij Windows 10 alsnog gebruik kan maken van die lange bestandsnamen. Waarbij die limiet eigenlijk ja, wordt opgeschoven. En ja, daardoor kan je die bestanden weer wel verwijderen of de naam wijzigen of op andere wijzigingen toepassen. Dus heb je daar last van de ja, bestanden die een te lange naam hebben en daardoor eigenlijk ontoegankelijk worden, dan is, met de registertweak is dat aan te passen. Dus dat is alleen voor de anniversary update. Het kan ook nog zijn dat bestanden echt geblokkeerd zijn omdat ze in gebruik worden genomen door een proces of dat ja, de beheerrechten het niet toestaan om het bestand te verwijderen. En ook in dat geval heb ik een tooltje genoemd wat zeer effectief werkt om dergelijke bestanden in één keer te verwijderen. Al dan niet met het opnieuw opstarten van Windows. Dus ja, heb je daarmee te maken, dan zou ik zeggen ga eens met deze informatie aan de slag. En tot slot de Windows 7 of 8 update procedure. Ja, dit gaat eigenlijk allemaal een beetje over Windows 10, maar ik heb toch nog een onderwerpje voor Windows 7, omdat ik weet ja, dat er best nog veel gebruikers zijn die daar mee bezig zijn. En een probleem wat op dit moment heel erg speelt, is dat het updaten continu blijft doorgaan zonder dat er een einde aan komt. Dus het eindeloos zoeken naar update bestanden, dat gaat nog als fout. En in de nieuwsbrief kan je daar wat meer over lezen hoe je dat probleem kan oplossen. En dus Windows 7 en 8 toch weer up-to-date kan houden. Ik begrijp even niet waarom Microsoft dat zelf niet oplost, maar het is nu eenmaal zo. Tot slot heb ik nog een aantal vragen van lezers. Ja, daar zou ik ook nog eens even naar kijken. En ja, voor de rest, ik had nog veel meer onderwerpen. Het heeft een tijdje geduurd voordat ik deze nieuwsbrief ter beschikking stel. Het is niet anders. Ik had thuis een klein probleempje. Iets met een gebroken enkel. Niet van mezelf, maar van een gezinslid. Vandaar dat het even behelpen was. En ja, de onderwerpen die ik nog over heb, die komen vrij snel, denk ik, hierna in een volgende nieuwsbrief. Ik hoop jullie dus snel weer te zien bij nieuwsbrief 76. En veel plezier ermee. Fijne kerst. Fijne Sinterklaas. En vergeet mijn boek niet. Het is een ideaal cadeautje voor de Sint of de feestdagen rond kerst. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. Tot ziens.